Nederland steekt de handen uit de mouwen. Vandaag en morgen is het weer tijd voor vrijwilligerswerk en klusjes tijdens NL Doet. Deze vrijdag en zaterdag steken duizenden Nederlanders weer hun handen uit de mouwen voor NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van het land. Alleen al in onze regio zijn er meer dan 100 klusjes te doen deze dagen. Zo wordt er bij kinderboerderij De Goffert in Nijmegen een schoolmoestuin aangelegd. Wij staan vandaag op kinderboerderij De Goffert in Nijmegen. Wij doen ook mee met NL Doet. Dat is een landelijke dag waarop bedrijven, maar ook particulieren meehelpen bij organisaties die wat hulp kunnen gebruiken. Vooral non-commerciële organisaties. Wij hebben nu 20 man, die hebben zich opgegeven voor onze locatie. En we hebben verschillende klussen, want het zit namelijk zo, de klussen die wij altijd over hebben, of waar we niet aan toe komen, ja, dat moeten we allemaal tussen de werkzaamheden doordoen, die kunnen zij mooi oppakken. We zijn ook begonnen aan een nieuw knuffelverblijf. Dat gaan we helemaal opknappen. Daar zitten geen legkippen meer in, maar daar zitten kaafjes en konijnen in. En in de toekomst kunnen kinderen tussen de konijnen lekker gaan knuffelen. En een caviabak mooi op hoogte, zodat kinderen gewoon staand op oogniveau zitten met de cavia's. En natuurlijk meegenomen dat de dieren kunnen vluchten naar een vluchtgebied waar kinderen niet kunnen komen. Achter mij zijn we bezig met een nieuw hekwerk voor de nieuwe schoolmoestuin. Voor basisschool De Hazensprong hebben we een schoolmoestuin aangelegd voor twee aparte groepen. Hoewel het op het eerste gezicht misschien lijkt op een kerkhof, zijn het toch echt moestuintjes waar kinderen zelf van alles kunnen zaaien en laten groeien. Er zijn hier per bedje twee kinderen aan het werk en ze hebben al radijs en spinazie geplant. Verder hebben ze een mooi bordje gemaakt met bijzondere namen. Ja, het idee van de schoolmoestuin is eigenlijk gekomen doordat wij van verschillende betrokkenen uit de buurt de signalen kregen dat de basisscholen rondom ons graag een schoolmoestuin willen opstarten, maar dat zij daar niet de plek voor hebben. En die plek willen we juist bieden, ook een beetje voor de buurtverbinding. Wij zijn nu steeds meer, of we willen groeien naar een soort ontmoetingsfunctie, ontmoetingsplek in de buurt. Natuurlijk hebben we al 60.000 of 70.000 bezoekers op jaarbasis die hier komen, maar we denken dat wij ook een beetje de huiskamer van de buurt kunnen worden. Dus we willen zoveel mogelijk organisaties ook aan ons binden. En dit past perfect in dat verhaal. Oefening Bart Kunst, je ziet dat ze heel scheef stonden in het begin. En nu staan ze kaarsrecht. Dus top. Vele handen maken licht werk. Met het zonnetje gaat het helemaal lukken. Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de slag op de Mokerheide heeft plaatsgevonden. Een grote veldslag waar Spaanse soldaten streden tegen huurlingen van het leger van de opstand. In het weekend van 13 en 14 april wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. De tocht die de Spanjaarden en de huurlingen hebben afgelegd wordt tijdens de herdenking uitgebeeld door de lokale jeugd. Leerlingen van lokale basisscholen krijgen speciale kostuums aan en die worden momenteel volop gemaakt. De huurlingen, dat zijn de mensen die van middelaar MO komen, die hebben blauw-wit. En de Spanjaarden, die hebben rood-geel. Vanuit middelaar vertrekken ze vanaf het middelaarhuis in optocht met alle jeugd van school, van Milsbeek 1 klas, van middelaar, van Mook, Molenhoek en Heumen. Een gedeelte vertrekt vanaf middelaar en een gedeelte vertrekt vanaf Molenhoek. En die lopen naar Mook. In optocht met de gilders erbij. En dan komen ze in Mook en dan wordt er niet gevochten, maar dan geven ze elkaar netjes de hand. In totaal moeten er ruim 250 kostuums gemaakt worden voor de leerlingen. Een flinke klus, maar de vrijwilligers doen het met veel plezier. Het is best wel veel werk. Antoinette heeft alles geknipt. En met hulp van haar hulptroepen. En wij zijn hier maar de stel aan het naaien. Dus het is heel veel werk, maar ja. Het gaat voor een goed doel. Ja, ze hebben ons gevraagd en dan zijn wij zo gek, denk ik. Ik weet het anders ook niet. Waarom wij het anders doen? Wel, als we het niet leuk vonden, dan deden we het niet. De leerlingen lopen er toch niet alleen. Onder begeleiding van reenactors, muziek en het Schuttersgilde marcheren zij straks naar de Mokerheide. Het lijkt me heel mooi als je dan die optocht ziet met al die kinderen en de gilders. Het lijkt me gewoon helemaal geweldig.
En in Mook is er ook van alles te doen. Dat is allemaal, een heel kampement is er opgezet. En, dus we wachten het af. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de jeugd bij de politiek kunnen betrekken. In de gemeente Bergendal zijn ze over de grens in het Duitse Hilden gaan kijken hoe daar het Jugend- und Kinderparlament functioneert. Vandaag kwam er een afvaardiging van dit parlement een tegenbezoek brengen in Bergendal. Participatie van de jeugd bij de politiek is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ik ben raadslid hier in deze gemeente. In onze raad van 25 raadsleden, er zijn er maar 5 die onder de 40 jaar oud zijn. Wij weten ook niet meer goed wat er leeft bij hen. Het is een andere generatie. En wij vinden het belangrijk dat wij hen betrekken bij alles wat hier speelt in de gemeente. Zij zijn heel ver gevorderd in de participatie. Ze hebben zelfs commissieleden in de echte raad zitten, vertegenwoordigers. Zij mogen echte moties indienen. Als die worden aangenomen, worden ze ook uitgevoerd. Wir Jugendlichen sind ja die Zukunft, auch für die Städte und natürlich auch für das ganze Größere, also für die Länder. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass besonders wir Jugendlichen uns auch mit dafür interessieren, möglichst früh reinkommen, dass wir dann auch später gut in die Politik einsteigen können und auch möglichst früh Entscheidungen für uns treffen können. Ich meine, die Entscheidungen, die getroffen werden von Erwachsenen, sind ja auch sehr oft Entscheidungen für uns Kinder. Und deswegen ist es wichtig für uns Jugendlichen, dass wir dann mit... Genau. Die Werkgroep Jeugd en Politiek ist in Hilden terechtgekommen, omdat zij al ver waren in de ontwikkeling van jeugdparticipatie. En wat voor vragen je dan al krijgt van 6-jarigen gedeeltelijk. Net als van een echt raadslid. Heel betrokken, bevlogen bij de eigen leefomgeving. Mensen die te hard rijden in de eigen wijk. Een speeltuintje wat niet meer goed is. Zij maken echt hun eigen omgeving. Dat is heel mooi. Ja. De bezoekers uit Hilden krijgen in de gemeente Bergendal ook een voorbeeld van jeugdparticipatie te zien. Ze zijn op bezoek bij het skatepark. We hadden eerst een halfpipe in Beek, maar die werd weggehaald. En er werd een plaats voor kinderen weer ingedeeld. Maar wij voelden ons een beetje gepasseerd als jongeren. Dus toen stuurden we een mail naar de gemeente. En we dachten, ja, gaan we hier echt iets uithalen? Maar eigenlijk gewoon de dag daarna hadden ze meteen een mail teruggestuurd. En toen zijn we gewoon gaan overleggen. Ik denk elke maand of zo hadden we een meeting. En uiteindelijk, 2 jaar later, is hier het skateparkje. Ja. Veel jongeren gaan dan toch sneller naar Nijmegen. Ook omdat meer jongeren in Nijmegen wonen. Maar we zien ook vooral de jeugd van Beek heel veel beginnen met skaten en vooral steppen. Maar dat is eigenlijk ook heel leuk om te zien. Want wij zijn hier over 2 jaar wel een beetje weg. En dan is het wel fijn om te zien dat jongere kinderen ook hier blij mee zijn. Ja, na een dag met enkele stevige buien verloopt de avond steeds vaker droog. Lang zal dit niet duren, want vannacht trekken er weer nieuwe buien over het land heen. Morgen overdag belooft het vervolgens wel een aardige dag te worden, met vooral veel zon in de middag. Het blijft verder droog en morgen wordt het een graad of 11. De zondag ziet er weer heel anders uit. De dag begint nog droog onder een pak bewolking, maar in de tweede helft van de dag trekt er een regengebied over de regio waar we de rest van de dag mee te maken houden. In de nieuwe week wordt het weer iets beter met slechts een enkele bui en af en toe wat zon. De temperatuur gaat weer iets omhoog richting de 15 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 15 maart. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update met daarin de kersverse vader Kelvin Verdonk. En over de wedstrijd tegen FC Utrecht. Breng je dit weekend een bezoek aan de Nijmeegse binnenstad? Hou dan zaterdagavond en zondagmiddag rekening met afgesloten wegen in verband met de Stevensloop. En wij zijn er maandag weer. Ik zeg een heel fijn weekend en tot dan!